Geliefde gemeente, broers, zussen, jongens, meisjes. Ik zei het aan het begin van de dienst al, deze preek is onderdeel van de serie Opstaan tegen onrecht. En als titel boven deze preek heb ik gezet Zorgen voor de schepping. Wat heeft dat nou te maken met onrecht? Nou, het onrecht dat vanochtend centraal staat, dat is verspilling. Verspilling is dat je niet goed zorgt voor de schepping. Dat je de aarde, de schepping die we in bruikleen hebben gekregen, misbruikt. Dat je niet doet wat ermee bedoeld is. Hoe God de wereld heeft gemaakt, wat zijn wil is, dat je dat niet gebruikt zoals God het wil, maar voor jezelf. En we hebben die tekst gelezen uit Lucas 20. Nog zo'n raadsel. Wat heeft die tekst nu met zorgen voor de schepping te maken? Een gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. We beginnen met die laatste vraag. Die gelijkenis, Lucas 20. Waarom hebben we die tekst vanochtend gelezen? En om dat uit te leggen, moet ik eerst iets meer vertellen over die gelijkenis zelf. Wat betekent die gelijkenis? En wanneer heeft de Heer Jezus deze gelijkenis verteld? Bijzonder is dat de Heer Jezus deze gelijkenis heeft verteld in de week van zijn lijden en sterven. Dus in de week van Goede Vrijdag. In de lijdenstijd, de 40 dagen tijd. Kort daarvoor was Jezus met zijn leerlingen de stad Jeruzalem ingetrokken. Op een jong ezelsveulen. De mensen hadden langs de kant van de weg gestaan met palmtakken en Hosanna, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer geroepen. Jezus werd binnengehaald als de nieuwe koning van Israël. De Messias die het volk zou verlossen van de onderdrukking door de Romeinen. Maar Jezus was niet naar het paleis van koning Herodes gegaan om daar de macht op te eisen. Hij was ook niet naar de rechtbank van Pontius Pilatus gegaan om te zeggen, vanaf nu ben ik de rechter over het volk. Nee, Jezus was naar de tempel gegaan, het huis van zijn vader. En daar had hij alle handelaars en geldwisselaars de tempel uitgejaagd. Hij had gezegd, dit huis moet weer een huis van gebed worden. En hij was onderricht gaan geven, hij was gaan preken voor de mensen in de tempel. De tempel was heel groot, je had een grote voorhof en daar konden grote groepen mensen bij elkaar zitten. En Jezus gaf onderwijs en de mensen hingen aan zijn lippen. Iedereen was geïnteresseerd. Wat heeft deze man te vertellen? Maar in de tempel waren ook de schriftgeleerden. De hoge priesters, de oudsten van het volk. En die werden jaloers. Die dachten, de tempel, dat is ons domein. Wij hebben hier alles te vertellen. En waarom komt deze man nu hier op onze plek onderwijs geven? Wat heeft hij nu te vertellen dat wij nog niet weten? Waarom moet hij het volk onderwijs geven terwijl wij dat ook kunnen doen? Dus terwijl Jezus daar niet één dag, maar heel die week in de tempel was om onderwijs te geven, werden de fariseeën en schriftgeleerden steeds bozer. En dat was al een paar jaar aan de gang, maar nu bereikte dat bijna het kookpunt. Ze zochten naar een manier om hem uit de weg te ruimen. En ze gaan dan naar de Heer Jezus toe en ze zeggen hem, op grond van waarvan doet u deze dingen? Wie geeft u de bevoegdheid om hier onderwijs te geven? En de reactie van de Heer Jezus kun je lezen aan het begin van Lucas 20, begin van dit hoofdstuk. En gelijk daarna vertelde hij deze gelijkenis. De gelijkenis van de onrechtvaardige pachters die Merte net met ons heeft gelezen. Dus het is in deze context dat het gezag van de Heer Jezus werd betwist. Dat de mensen, de fariseeën en de schriftgeleerden vragen stelden aan hem. Dat de Heer Jezus deze gelijkenis vertelde. Aan wie vertelde hij dan deze gelijkenis? Nou, niet alleen aan de schriftgeleerden en fariseeën. Maar aan heel het volk, alle mensen die daar in de tempel bij elkaar waren. En wat betekent deze gelijkenis dan?
Nou, in deze gelijkenis spelen 4 groepen mensen een bepaalde rol. De eigenaar van de wijngaard, de pachters, de knechten en de zoon van de eigenaar. En kort samengevat zijn dat deze groepen mensen. De eigenaar, dat is God de Vader. De wijngaard was van hem, hij had een prachtige wijngaard. De pachters, dat zijn de leiders van het Joodse volk. De schriftgeleerden, de fariseeën. De knechten, dat zijn de profeten die door God de Vader naar de wijngaard werden gestuurd om voor de wijngaard te zorgen. En de zoon van de eigenaar, dat is natuurlijk de Heer Jezus zelf. Dat is heel kort samengevat de betekenis van deze gelijkenis. Ik heb hem nog niet uitgelegd, maar dat zijn de personen die een rol spelen. En als je die personen kent, als je weet van de eigenaar, dat is God de Vader, de pachters, dat zijn de leiders van het volk Israël, en de zoon van de eigenaar, dat is de Heer Jezus zelf, en je hebt het verhaal net gehoord, dan weet je ongeveer wel wat deze gelijkenis betekent. Want deze gelijkenis is als het ware een samenvatting van de geschiedenis van het Oude Testament. In 10 versen wordt heel het Oude Testament samengevat in 1 verhaal. Want deze gelijkenis gaat over het volk van God, het volk Israël. Het volk van God had prachtige wijngaards gekregen om in te leven. Ze hadden om koningen gevraagd en ze hadden koningen gekregen, de leiders van het volk, priesters en hoge priesters om het volk onderwijs te geven. Maar de wijngaard werd verwaarloosd. Het volk Israël ging niet de enige God dienen, maar ging steeds op zoek naar afgoden, naar andere leiders die ze konden vereren. En God, de eigenaar van de wijngaard, stuurde steeds opnieuw zijn boodschappers naar de leiders van het volk, de profeten. Maar zij werden steeds opnieuw mishandeld en op den duur de wijngaard uitgegooid en gedood. En op het laatst stuurt God dan zijn eigen zoon. Let op, het is in de week van Goede Vrijdag dat de Heer Jezus deze gelijkenis vertelde. En ook hij, zijn eigen zoon, werd gepakt en gedood en mishandeld en de wijngaard uitgegooid. Wat denk je dat de eigenaar van de wijngaard met deze pachters gaat doen, met de leiders van het volk? Jezus vertelt het aan de mensen daar in de tempel. Hij zal de pachters laten arresteren, laten doden en de wijngaard uitgooien. Net zoals ze met zijn eigen zoon hebben gedaan. En dan worden de mensen boos. Dat nooit, zeggen ze. Maar de schriftgeleerden en fariseeën, die begrepen wel waarom Jezus deze gelijkenis had verteld. Ze voelden wel aan dat deze gelijkenis ook over hen ging, over hun onderwijs, over wat zij de mensen hadden geleerd als ze naar de tempel gingen. En Jezus noemde zichzelf de hoeksteen. De steen op de hoek van het gebouw waar heel het gebouw op rust, die voor de leiders van het volk een steen des aanstoots was geworden. De schriftgeleerden hadden hem afgekeurd, want ze dachten dat ze beter af waren zonder hem. En ze wilden hem pakken en laten arresteren. Maar ze waren bang voor de reactie van het volk. Nou, dat is heel kort samengevat de betekenis van deze gelijkenis. De eerste betekenis, zou ik willen zeggen. Dat Jezus Christus is gekomen naar de wijngaard van God, het volk Israël, om hem weer te bevrijden, als het ware, uit de macht van die onrechtvaardige pachters. Maar wat heeft deze wijngaard nu te maken met het thema zorgen voor de schepping en met het onderwerp verspilling? Nou, ik denk dat je deze gelijkenis ook nog op een tweede manier kunt lezen. Niet per se een betere manier, maar een andere manier, waardoor de gelijkenis nog een extra laagje krijgt, een extra betekenis. Je zou kunnen zeggen, je kunt hem ook op een symbolische manier uitleggen. Zouden we deze gelijkenis in onze tijd ook niet kunnen interpreteren als een aanwijzing hoe wij met
Gods wijngaard, met zijn schepping moeten omgaan. Die uitleg lezen we ook terug in een gezang, in het liedboek. Gezang 61 uit het oude liedboek. En ik wil het even kort voorlezen. En als je het is een verhaal, het zijn drie coupletten. Als je het verhaal hoort, dan begrijp je denk ik wel waar ik heen wil, wat ik bedoel. Een landheer had met eigen hand een goede wijngaard aangeplant. Voorzag die van een uitzichttoren, een pers en alle toebehoren. Beveiligde hem met een heg, gaf hem aan de pachters en ging weg. Om, als de wijngaard had gedragen, zijn aandeel in de vrucht te vragen. Wij hebben Gods natuur gepacht en nooit meer om de huur gedacht. Hebben gegrepen en geslagen die om de vruchten durfden vragen. Hebben gestenigd en gedood die deden wat God hen gebood. Maar niets is ons nog overkomen, de wijngaard is ons nog niet ontnomen. O Heere, wat wilt gij toch? Zend gij uw zoon, gij kent ons toch? Gij weet hoe wij met hem zullen handelen, hoe wij hem doden als de anderen. Wij werpen hem uw wijngaard uit, om die te erven als een buit. Dan kan ons niets meer overkomen, wordt nooit de wijngaard ons ontnomen. Zult u nu tot ons komen, Heer, tot een straf? En het land dat wij bewonen, neemt u het van ons af? Zullen wij het niet beërven als deelgenoot, maar met de kwade sterven, een kwade dood? Wij hebben Gods natuur gepacht en nooit meer om de huur gedacht. Dat is de kern van dit lied dat in het oude liedboek staat. En dat laatste refrein wat ik net voorlas, dat verwoordt heel sterk hoe sterk Gods oordeel is over dit onrecht. Dat we de aarde niet gebruiken als middel om God groot te maken, maar uitbuiten, misbruiken. En ik zeg niet dat iedereen dat doet, ik zeg niet dat wij dat allemaal doen. Maar we zien het wel om ons heen. Als we onszelf zien als pachters van de wijngaard, hoe gaan wij dan om met de schepping? En wat doen wij met allerlei waarschuwingssignalen die we om ons heen horen, van wetenschappers, wereldwijd? En hoe nauw nemen we het zelf met de naleving van milieuregels bijvoorbeeld? Ondanks alle onrust in de wereld op dit moment, hebben we nog steeds te maken met een klimaatcrisis, met een stikstofcrisis, met een energiecrisis die ons allemaal raken. En dat raakt niet alleen onszelf, dat raakt ook bedrijven, ondernemers, organisaties wereldwijd. En het is werkelijk een ramp voor iedereen die daar zelf mee te maken heeft. Bijvoorbeeld mensen die aan zee wonen, zoals wij in Nederland, maar die niet het geld hebben om hogere dijken te bouwen. Mensen die hun bedrijf willen uitbreiden, maar die dat niet kunnen vanwege de stikstof. Mensen die de gasrekening niet meer kunnen betalen. En dan kun je het hebben over die wetenschappers, hebben die wel gelijk? En dan kun je het hebben over de stikstofregels, kloppen die wel? En over de gasprijzen, zit daar niet iemand achter die daar in Rusland aan de gaskraan draait? Maar los van al die zaken is het de vraag, wat is er aan de hand met deze wereld? Hoe gaan wij ermee om? Gemakkelijke oplossingen bestaan denk ik niet. Je kunt zeggen, we leggen het dak nog voller met zonnepanelen en we gaan van het gas af. Maar zelfs dan heb je energie nodig om die zonnepanelen te maken. Stoot je ook CO2 uit. Ook al rijd je elektrisch, de accu van je auto moet wel worden opgeladen. En dat lukt lang niet altijd met alleen zon en wind. Hoe gaan wij met de aarde om? Op een rechtvaardige manier, zodat we niet tekort doen aan het geschenk dat we van God hebben ontvangen. In de Bijbel staat een heel mooi vers in Psalm 143. Er is niemand rechtvaardig, zelfs niet één. En ik denk dat dat ook van toepassing is op onze omgang met de aarde. We hebben de aarde,
de schepping, gekregen als een geschenk van God. En om te leven hebben we energie nodig, grondstoffen nodig. Alles moet ergens van gemaakt worden, overal is energie voor nodig. Maar we kunnen het nooit 100% goed doen. We kunnen het nooit ervoor zorgen dat we energie neutraal worden. Zo'n mooi woord dat eigenlijk heel moeilijk haalbaar is. Er is niemand rechtvaardig. En toch hebben we de aarde ook gekregen als een geschenk om te gebruiken. Dat is de andere kant. De wijngaard, waar we net over hebben gelezen, is niet alleen maar bedoeld om op te passen, maar die wijngaard moet vrucht dragen. We moeten ervoor zorgen dat de aarde in cultuur gebracht wordt. Dat we kunnen werken en leven. En de wereld, de cultuur ook kunnen ontwikkelen. De vraag is dus, hoe ontvangen wij het geschenk van de schepping? En hoe delen we dat geschenk met onze medemensen? Maar ook met de dieren en de natuur, de andere levende wezens hier op aarde. Wat doen we zelf, maar ook wat doen we als kerken om zo goed mogelijk voor de schepping te zorgen? Niet zo nodig omdat wij de aarde moeten redden, een soort van klimaatfanatisme, maar uit liefde voor de goede schepping die God ooit gemaakt heeft. Denk aan Genesis 1. En uit dankbaarheid voor het geschenk dat hij elke dag opnieuw aan ons geeft. Hoe delen wij de schepping, de wijngaard die God aan ons heeft gegeven? Nou, zoals ik aan het begin al van de dienst al zei, de kinderen van groep 3 en 4 hebben daarover nagedacht. Voor de aarde zorgen, voor jezelf zorgen, voor de mensen om je heen zorgen. Hoe doe je dat? Als mens mag je de aarde gebruiken. Hebben we de schepping gekregen in bruikleen, als een geschenk van God. In Genesis 1 staat, en God zag dat het goed was. En aan de hand van die tekst hebben de kinderen erover nagedacht hoe ze voor de goede schepping kunnen zorgen. Hoe ga je om met de spullen die je ontvangt? Gooi je dat allemaal weg? Nee, de kinderen wisten heel goed hoe je dat kon gebruiken. Oud papier recyclen, een oude boterham niet weggooien, maar voeren aan de eendjes. Of roosteren in de broodrooster. Oude kleren verkopen of weggeven. Oude flesjes schoonmaken en hergebruiken. Lege batterijen inleveren bij de supermarkt. GFT in de groencontainer. En onderaan het schilderij zie je die handen. De handen van de kinderen. Met de omtrek van hun handen symboliseren zij de zorg voor deze schepping. Het goede geschenk dat God ook aan hun geeft. Als de kinderen dit al samen kunnen bedenken, dan kunnen wij als gemeente nog veel meer ideeën bedenken. En ik ga ze niet allemaal opnoemen. Over een maand zal dit thema ook nog een keer terugkomen op de zondagmiddag of zondagavond bij de gemeentebrede Bijbelstudie in de wijken, miniwijken. En dan kunnen jullie als wijk of miniwijk ook samen nadenken. Hoe zorgen wij voor de wijngaard, voor Gods schepping? Het geschenk dat hij aan ons heeft gegeven. Als je nou al die vragen hè, die tegenwoordig op ons afkomen, op je laat afkomen en laat bezinken, dan kan het ook zo zijn dat je daar moedeloos van wordt. Dat je denkt klimaat, gas, energie, dat zijn woorden die zijn zo ver weg. Wat moet ik daar zelf mee? Wat kan ik eraan veranderen? Wat moet ik ermee doen? Je voelt je misschien zelfs wel schuldig dat je wel iets wil veranderen, maar dat het gewoon niet kan of niet lukt, omdat je ook moet leven. Maar laat je dan niet ontmoedigen. Helemaal aan het begin van de geschiedenis heeft God ook nog iets anders gegeven. Hij zei niet alleen dat de schepping goed was, maar hij gaf ook de regenboog als teken van zijn trouw. En die trouw zien we ook elke dag opnieuw terug in de schepping. Dat God zegt, de natuurwetten, ik hou alles in stand. De seizoenen, het wordt weer voorjaar. Elke dag opnieuw zien we de zon opkomen. Elke dag opnieuw zorgt God voor ons. Als je de regenboog ziet, denk dan aan dat gegeven, aan dat feit dat God deze wereld verzorgt. Dat hij de wijngaard niet aan zijn lot overlaat, maar blijft verzorgen. En ons daar ook een rol voor geeft.
Die regenboog die wijst niet alleen terug naar Noach, naar de belofte van trouw, maar die wijst ook vooruit naar de toekomst. Dat God ook in de toekomst voor de wereld blijft zorgen, maar ook naar de nieuwe wereld die zal komen, waarin we onderweg zijn. En onderweg naar die toekomst geeft God ons de middelen en ook de verantwoordelijkheid om voor zijn schepping te zorgen. Niet omdat het moet, want dat zou moralistisch zijn, dan zouden we het zelf weer moeten doen. Maar uit liefde voor je naaste, voor de wereld, voor de natuur, de mensen om je heen. Om God te dienen en hem te eren. Dat is de vraag van vanochtend. Als je nu naar huis gaat en je zit thuis aan de koffie, denk dan nog eens na over deze vraag. Hoe delen wij Gods wijngaard? En wat betekent dat voor de omgang met elkaar en met zijn schepping? Amen. We gaan nu luisteren naar een lied van Micha Nederlands. Een lied dat ook gaat over tranen voor de schepping. De schepping die in zonde is gevallen, die lijdt. Maar ook over Gods nieuwe wereld, waarin we samen onderweg zijn. Het lied heet Tranen voor de Schepping.